De Singel voelt heel vertrouwd voor ons. Een aantal van ons hebben hier ook gestudeerd lang geleden. Dus we kennen elke gang en elke krocht en elk hoekje op onze duim. Dus het voelt heel fijn om hier ook de komende jaren te kunnen blijven werken. Ik ben gitarist bij Zwerm. Zwerm is een kwartet van vier muzikanten dus. We zijn allemaal geschoold, zeg maar, of groot geworden als gitarist. Tegenwoordig gebruiken we heel veel instrumenten, verschillende instrumenten binnen Zwerm. Uiteraard veel gitaren, maar ook basgitaren, meer exotische snaarinstrumenten, keyboards, computer samples. Ik denk dat wij een redelijk veelzijdig parcours hebben afgelegd tot nu toe. Heel zoekend soms ook. We beginnen vaak met de vraag, wat als wij aan de slag zouden gaan met dit of dit? Al dan niet muzikaal thema. Zo hebben we in het verleden al eens een project gedaan rond Engelse renaissance muziek. Hè, waarbij dat we aan de slag gingen met consortmuziek. Muziek voor gelijke instrumenten. Waar dat we heel vrije interpretaties van hebben gebracht. Dus daar zitten we een beetje in de oude muzieksfeer. Tegelijkertijd hebben we 2 jaar terug ook een nieuw album opgenomen en uitgebracht, Badminton in Teheran, waarbij dat we eigenlijk aan de slag zijn gegaan als conventionele rockband die samen in groep nieuwe songs creëert. We zien vaak de soort artificiële scheiding tussen genres als een beperking aan. En het is niet dat wij die genres willen doorbreken of overstijgen. Maar voor ons zijn die limieten, valt die limieten eigenlijk weg. Dat kan soms ook gaan buiten het puur muzikale. We werken ook graag samen met mensen uit theater. Of ook beeldende kunst of dans. En dat zijn zeker activiteiten die we zullen blijven doen. En die mee deel uitmaken van het DNA van Zwerm. Na verloop van tijd kunnen we denk ik 3 verschillende lijnen ontwaren in het oeuvre van Zwerm. Hè. Die lijnen waren er in het begin niet, of misschien waren ze er al ergens, maar zagen wij ze zelf nog niet. Een eerste lijn waarmee dat we ook begonnen zijn zoveel jaar geleden, is het samenwerken met componisten. Componisten die eigenlijk een heel traditionele manier van werken, waarbij dan een componist een muziekstuk schrijft en wij voeren dat zo goed mogelijk uit. Hè. Zo hebben we in het verleden samengewerkt met, helemaal in het begin, met componisten als Larry Polanski, maar ook Christopher Trapani, Joanna Bailey. Een tweede lijn is Zwerm als experimentele pop-rockband. Zo hebben we in 2018 een album opgenomen, Badminton in Teheran, waarvoor dat we samenwerkte met producer Rudy Trouvé. Een derde lijn is denk ik de samenwerking met theatercollectieven. Zo hebben we een aantal jaren geleden een voorstelling gemaakt, Echo, in samenwerking met het Antwerps collectief Post uit Hesdalen. Great Expectations is het eerste project wat voor de komende tijd op stapel staat, waarbij Zwerm en de Singel samenwerken. Het is een plaat die we hebben opgenomen met eigen werk, eigen songs. En in die zin een vervolg op Badminton in Teheran. Yes, it does, yes, it does all, yes, it does all serve a purpose. It all does, it certainly serves a purpose. It does, it really does, oh yes, all serve a purpose. De manier waarop we werken, als we op deze manier dus echt onze eigen muziek maken, is dat we allerlei ideeën, demo-opnames, teksten, wat dan ook, het kan heel klein zijn, op een webruimte zetten of op een server ergens, waar dan alle betrokken muzikanten terecht kunnen om het weer te downloaden en ermee aan de slag te gaan. En even later weer een nieuwe versie online zetten en zo komt er organisch, komen er eigenlijk al behoorlijk gevorderde songs tot stand. Het heeft iets van een cadeautje als je elke keer weer op de site gaat kijken van oké, wat staat er nu bij en wat heeft de rest daar dan uitgesproken met mijn opnames. Ja.
Lalai is een voorstelling die we voor het komende seizoen gaan maken. Die gaat in het voorjaar van 2022 in première, in de Singel. En het is een voorstelling waarvoor Zwerm samenwerkt met een Iraanse zangeres / actrice, Sara Akbari. En we hebben haar leren kennen ruim 2 jaar geleden in Iran, in Teheran, waar we waren voor een aantal concerten. En op het besloten afscheidsfeestje, zong zij. En toen kwamen we op het idee van, nou, het zou superleuk zijn om met Zwerm, met haar te gaan samenwerken en kijken of wij ook aan de slag kunnen gaan met die Iraanse volksmuziek. Dat hebben we uiteindelijk een beetje afgekaderd tot het thema slaapliedjes. Dus Lalai betekent ook een slaapliedje in het Iraans. En vertrekkend vanuit dat idee zijn we ook daarna bij een Engelse schrijfster en verhalenvertelster terechtgekomen, Mary Phillips. En zij is ook betrokken bij dit project. Dus het wordt een voorstelling met arrangementen van Iraanse muziek. Dus Zwerm en Sara die samen de muziek maken en dan afgewisseld met vertellingen, verhalen van Mary Phillips. Wat ik mooi vind aan Zwerm is dat wij 4 net genoeg verschillend zijn, zodat onze output altijd verrassend blijft, voor mij verrassend blijft. En net genoeg hetzelfde zijn, zodat we goed met elkaar overeenkomen, dat het goed matcht, dat het een goede vibe is als we muziek maken samen. Er zit genoeg verschil in om vreemde kanten op te gaan, om onverwachte kanten op te gaan. En er is genoeg overeenstemming om samen een mooi product elke keer weer neer te kunnen zetten.